Om de accu van jouw gezellige fiets in topconditie te houden, heb ik een paar gouden accuregels voor je. Regel 1. Omdat niet elke accu hetzelfde is, staat in je gebruikshandleiding belangrijke informatie hoe je het beste met je accu om kunt gaan. Regel 2. Je accu kan je het best bewaren bij kamertemperatuur. Probeer hele hoge of lage temperaturen te vermijden. Extra tip. Plaats de accu in de winter pas kort voor je vertrekt in de fiets. En zet je e-bike met accu in de zomer niet in de felle zon. Regel 3. Mocht je je e-bike een langere tijd niet gebruiken, probeer je accu dan ongeveer tussen de 30% en 70% opgeladen te bewaren. Een accu die juist helemaal vol of helemaal leeg is, slijt het hardst. Extra tip. Check 1 keer in de maand de laadstatus van je accu. Is deze onder de 30%, laat hem dan even kort bij. Regel 4. Gebruik altijd de lader die bij je accu hoort. Regel 5. Haal altijd de accu van je fiets voordat je deze gaat schoonmaken. Zet geen directe waterstraal op de elektrische delen. Schoonmaken met een vochtige doek, dat mag natuurlijk wel. Extra tip. Maak de stekkerpolen af en toe schoon en vet deze licht in. Regel 6. Haal bij transport van je fiets altijd de accu eraf. Regel 7. Repareer je accu niet zelf, maar laat hem controleren bij een gezellenwinkel bij jou in de buurt. Regel 8. Een fietsaccu heeft helaas niet het eeuwige leven. Is de accu aan het einde van zijn levensduur, lever deze dan in bij een gazellenwinkel. En hier alle regels nog 1 keer op een rij.